Welkom bij een nieuwe aflevering van Green Life with a Smile met Caroline Smeet. Hallo allemaal. In deze aflevering wil ik het hebben over zelfgemaakte allesreiniger van azijn. Ik heb dat dan hier in zo'n bruine fles. Ik zal het je even laten zien wat ik dan heb. Ik voel me dan altijd zo'n scheikundige met water, vooral zo'n bruin flesje. Deze is nu leeg. Een trechter, etherische olie en azijn. Dat stop ik straks allemaal hierin. En dan heb ik mijn zelfgemaakte allesreiniger van azijn. Deze allesreiniger van azijn ontkalkt vooral. Dus heb je vettige oppervlakte, gebruik dan het blok afwaszeep of de allesreiniger van Sophie. Want dit is vooral om te ontkalken. En ik gebruik dit voor de gootsteen en de kraan en de wastafel van de kraan in de badkamer. En het fonteintje in de wc. En ik gebruik het ook voor de zeepot zelf als ik hem even snel schoon wil hebben. Ik vind het ideaal en ik heb weinig afval zoals je ook zag. In ieder geval geen plastic afval zit ik net te bedenken. Ik gebruik natuurlijk water, etherische oliën, dat zit in zo'n glazen flesje. En azijn, en de azijn die ik heb is van Pieter Pot. De lege fles van azijn gaat weer terug naar Pieter Pot. Maar anders, als je geen gebruik maakt van Pieter Pot, dan heb je een plastic fles waar het azijn in zit. Maar dat is natuurlijk veel minder dan wanneer je elke keer weer alles reinigen koopt in een plastic fles. Ik moet je er wel bij zeggen, dit is dus gemaakt van azijn. En niet elke oppervlakte kan goed werkt goed met azijn. Dus let erop. Ik zal in de omschrijving ook een link vermelden van een artikel van Mariska van Be Spoke By You. Die hier uitgebreid over blogt over azijn wanneer je het wel en niet kunt gebruiken. Nou, dat waren volgens mij even een soort van voorwaarden. Ik zal je nu dan laten zien hoe ik dit maak. Want het is echt heel simpel en heel snel. Ik ben wel even benieuwd hoe dat hier gaat. Normaal gesproken doe ik het in de keuken. Even kijken hoor. Een leeg flesje, een lege spuitflacon. Doordat ik azijn heb van Pieter Pot en dat is een hele geconcentreerde azijn. 20% azijn. Gebruik ik de verhouding 450 ml water en 50 ml azijn. Heb je azijn dat je zo in de supermarkt koopt, dan is dat minder geconcentreerd en kun je de helft doen. 250 ml water en 250 ml azijn. Nou, daar gaan we dan. 450 ml water erin. 50 ml azijn. Dan etherische olie, 3 druppels citroen, vind ik altijd lekker. Dat is ook mooi om schoon te maken, citroen. En tea tree. Werkt antibacterieel. De spuiten opdraaien. En het is klaar. Even schudden voor gebruik. Zodat alles even mooi gemixt is. Je kunt gaan schoonmaken met zelfgemaakte allesreiniger op basis van azijn. Veel schoonmaakplezier!